Ik heb hier krakend verse witte asperges voor een heerlijk voorgerecht of lunchgerecht. Rondom met de dunschiller schillen, kontje eraf. En ga koken in wat gezouten kokend water. Een minuut of 10 afhankelijk van hoe dik ze zijn. Even testen met een vork of even een hapje proeven. Met een schuimspaan uit de pan en goed uit laten lekken. En het kookvocht kan je eventueel gebruiken voor soep. Ik splits 2 eitjes voor de mayonaise. Gebruik alleen de dooiers. Een beetje mosterd erbij voor het zuur. En dan druppelsgewijs al kloppend de olie erbij. Hij begint langzaam dik te worden. En als hij eenmaal goed dik wordt, kan de olie er in een straaltje bij. En je gaat zo door, al kloppend, net zolang tot je alle olie gebruikt hebt. Zo'n 2,5 deciliter op 2 dooiers. Hij is nu mooi dik en stevig. Op smaak brengen met citroensap en zout en peper. Dit nog even mengen. En proeven natuurlijk. En je hebt nu een goede basis mayonaise. Mooie grijze Hollandse garnaaltjes. Heel fijn hakken. En dat ziltige van de garnalen is heerlijk bij de asperges. Dit meng je door de mayonaise. Goed mengen. En je hebt echt een fantastische garnalenmayonaise. Ik heb hem een uurtje weggezet, zodat de smaken goed in kunnen trekken. En ik ga het bord opmaken. Een paar blaadjes mooi groen, de asperges, de rest van de garnalen, een flinke schep garnalenmayo en garneren met hardgekookt ei en peterselie. Heerlijke asperges met garnalenmayonaise.